Een goedemiddag mensen. Het volgende opstartproject is een Hanemag F45. En dat is een 4-cilinder 2,8 liter diesel zonder turbo. En dan gaan we weer de standaard dingen controleren. En dan gaan we eerst naar de olie. Dat zit hier verstopt achter een luikje. Daar zit een dop. Dat ziet er goed uit. Daar heb ik laatst nog nieuwe olie op gezet. Dus dat ziet er toch piekfijn uit. Dop terug. Hup. Luiken dicht. En dan kan de bank terug. Hup. Haak terug. Zo. Dan gaan we eens kijken naar de koelvloeistof. Die hendels voor de motorkap. Zoveel de motorkap kan zijn. Hup. Nou, dat ziet er goed uit. Er zit water in. Of koelvloeistof. Dus hij kan weer dicht. En dan gaan we eens kijken wat hij gaat doen. De accu is ook makkelijk. Huppakee. Accupol erop en dan zie je daar zo direct of we contact hebben. Nou, daar begint het trolleylampje te branden, dat is goed. Daar gaat dingen branden en dan gaat daar een lampje daar dimmen. Of zo'n oude diesel duurt dit echt wel een hele tijd. Ze zeggen 1,5 minuut. Maar we houden het even vol. We gaan even kijken of de versnellingsbak in zijn vrij staat. Ja, die staat in zijn vrij. Dan gaan we gewoon even wachten. Het is een Hanemag F45 uit 1969. Er zit niks op. Alleen metaal. En kunstleer. Dan gaan we eens kijken of hij aan wil. Ik wacht nog even een paar seconden. Gaan we nou eens proberen. Nee, dat is hem nog niet. Even terug. Hup. En dan gaan we weer voorgloeien. Nou, dan gaan we het toch maar weer even proberen. Kijk, hij is er bijna, jongens. Hij is er bijna. Dan gaan we een beetje gas bij geven. Hij heeft er vandaag geen zin in, maar we gaan nog even door. Het is gewoon het voorgloeien. Dat doet op deze motoren ontzettend lang. Het is natuurlijk allemaal gietijzer. En hij heeft even tijd nodig. Hij zal daar nog wel een aardig pluim geven, omdat hij natuurlijk al wel brandstof in het systeem heeft. Ik ruik hem ook al, dus... En hij loopt.
mensen, hartelijk dank voor het kijken. En dit was de start van de Hannemar. Tot de volgende!